lieve vrienden, en zoals jullie zien zijn ze lekker aan het uitzwemmen. Samen met papa en mama, en ze groeien als kool. 3 en ik tel er nou dus wel weer 6 in plaats van 7, dus er is er eentje heeft het niet gered. Maar dat heen met ratten erbij, hè? Dat is zo sneu. Maar 6 zijn er nog steeds. Geweldig toch? Zo lief, zo aandoenlijk. Het gaat ze goed. Ja, ik moet uitkijken voor het verkeer, want ik zit gewoon nog op mijn booster. Lieve. 4. Ja, ik tel er 6. Klopt dat? 6. Ja. Er waren er 7. Er waren er 7, ja. Oh, dan moet ik wel mijn camera goed houden. Er zal er wel ingesneuveld zijn door een snoek. Oh, voor ratten, hè? Ratten, kan ook. Ratten of een snoek. Ja, snoeken kan ook nog. Ja, ik ben een vlogster. Je kan mij ook vinden op YouTube. Okay. Zo lieve. Oh, gosje tikkie. Ik heb het vanaf het begin gevolgd. Dat ze op nest lag nog, dat er nog niks was. En toen was het er en allemaal zo klein. Hoe lang moest ze ongeveer broeden dan? Dat weet ik niet. Ik kreeg van mijn surrogaatje te horen dat ze weer lagen, want die woont hier vlakbij. En toen ben ik gaan kijken. En hoe oud zijn ze ongeveer dan? Oh, daar hou ik ook niet eens niet bij. Ik geloof dat ze nou een week of 2, 3 zijn. Dacht ik. Kan het? Ja, kan wel. Hé, lieverd. Hé, ja, ik doe jullie niks hoor. Kom gewoon weer op visite bij jullie. Zo lief zijn ze niet als je er vlakbij komt, hè? Nee, maar je moet ook lief zijn voor hun, dan doen ze... Ja, ze bijten wel van zich af hoor. Ja. Ze slaan wel van zich af. Ik vind het erg wanneer dat ze daar waren nog. Dat ze op werden gehierd door honden, etc. Blijf met die honden de weg. Ga er omheen. Ja, zo lief. Nou, we laten ze maar mee weer, beste lieve vrienden. Ja, we laten ze weer. Ik weet niet eens waar ze zijn. Nou, succes met vloggen.